bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Kulturu TV op bezoek bij Radio Margin Amsterdam voor een TV-podcast. Een interessant gesprek werd opgenomen met betrekking tot herstelbetaling van de slavernij. De heer Martin heeft een brief geschreven waarbij hij vertelt dat hij als witte man het moeilijk voor hem is om zijn kinderen die gemengd bloed hebben uit te leggen waarom zij deels verantwoordelijk worden gesteld voor wat zich tijdens de slavernijperiode heeft afgespeeld. Een gesprek hierover met Glenn Gottfried en Jerry Wandel. Hoe kan het zijn dat een land waar zulke grote oliefondsen gedaan worden, dat daarna eigenlijk de Surinaamse dollar meer dan 800% devalueert? Ik heb nog wat vragen, maar Glenn. Glenn, ik hoor je hier allemaal. Wat zie je voor je? Ik denk, welkom Martin. Ik denk dat Martin een groot aantal dingen verwaart. Ja. En wat Martin verwaart, is het land Suriname en het slavernijdossier. Die twee dingen gaan niet samen. Dus jij moet proberen, zou ik zeggen, Martin, probeer dat los te koppelen van elkaar. Het gaat niet om het land Suriname. Dus als je het hebt, wat zou Nederland kunnen betekenen voor Suriname? Dat is in dit dossier niet interessant. Dat kan je verwaarlozen. En ik zeg dat op deze manier, omdat ik een nazaat ben van een van de tot slaaf gemaakte. Het is net als een Jood die praat over de Holocaust. Niemand kan de Joden gaan vertellen wat goed voor ze is. Jij niet, ik niet. Nee, laat me uitpraten, want ik weet wat ik zeg. Dus jij kan niet met ons praten over wat goed zou zijn voor Suriname en waarom je dat zou gaan moeten compenseren, dat slavernijverleden, dat onrecht, de misdaad die er is gepleegd, heeft niks te maken met het land Suriname. Het heeft te maken met de groep nazaten van de tot slaaf gemaakte. Die nazaten, zoals ik, die zeggen er is een onrecht, er is een misdaad gepleegd tegen onze mensen. En die misdaad, daarover praten wij. Niks anders. Het interesseert me niet wat Nederland wil aanleggen in Suriname. Het interesseert me helemaal niks. Als Nederland vindt dat ze op basis van wat ze met het land Suriname hebben uitgevreten op het gebied van kolonialisme en uitbuiting, dan is dat een heel ander verhaal. Dus die twee dingen lopen niet parallel. Je zegt in je schrijven ook één ding. Je zegt van, wat draagt Suriname nog steeds even hoor. Niet meer samen met, even kijken. Je zegt het slavernijverleden houdt je ook bezig. En ik snap totaal niet waar we mee bezig zijn met betrekking tot het aanbieden van excuses van het slavernijverleden. Als jij het niet begrijpt, vind ik het heel raar. En dat je dat wat breder moet trekken zoals jij het nu stelt. Want nee, maar dat lees ik. Jij schrijft gewoon. Ja, ik lees. Is jouw interpretatie. Maar vind jij iets een misdaad noemt, jij het gerecht dat iemand gestraft wordt? Nee, maar het is voor iets waar iemand geen vat op heeft. Nee, ik heb geen vat op wat mijn voorouders jaren geleden gedaan hebben. En dat stukje vind ik ook heel, ja. Ik denk je bent een slimme man. Jij weet zelf. En dat is dus echt, dat noemt men in een mooi woord, je bent bezig om te polariseren. Dat is wat Rutte ook deed. Precies hetzelfde doe jij. Ik ga je vertellen waarom jij dat doet. Misschien is het een gebrek aan inzicht of kennis, want als je daarover dat inzicht beschikte, had je dat anders gezien. Rutte heeft het geleerd. Ik ga ervan uit dat je het ook gaat leren. De Nederlandse bevolking moet je vergelijken met de Duitsers, de gewone doorsnee Duitsers. Die Duitsers hebben geen collectieve schuld als het gaat om de Holocaust. Het Rijk Duitsland heeft een verplichting naar de Joden. Inmiddels hebben ze de Joden 120 miljard reeds uitbetaald. Elk jaar kregen ze 550 miljoen. En daar gaat de doorsnee Duitser, die gaat daar niet over. Zo ook niet
de doorsnee Nederlander, die gaat niet over de misdaad. Het zijn de rechtsopvolgers van de Nederlandse staat. De koning, premier Rutte, de rechtsopvolgers die beschikken over de middelen die uit misdaad zijn verworven. Dus de doorsnee Nederlander, die gaat daar niet over. En het moment dat jij die uitspraak doet, ben je bezig om andere Nederlanders op te hitsen. Dat is polarisatie. Want iedere weldenkende Nederlander, iedere weldenkende Nederlander weet dat het niet gaat om het individu. Het gaat niet om de doorsnee Nederlanders. Het gaat om de staat der Nederlanden, het instituut Nederland. Die heeft misdaden gepleegd tegen de menselijkheid. En met dat instituut, daarmee dealen wij. Ik wil iets eraan toevoegen, want ik heb het stuk van hem ook gelezen. En dat het misdaad tegen de menselijkheid wordt genoemd, is niet iets dat door de tot slaaf gemaakte, tot de nakomeling is bedacht. Het is door de Verenigde Naties gedaan. Okay. Het is gedaan in Durban, in Zuid-Afrika. Dus de Verenigde Naties, waar Nederland toe hoort, die hebben verklaard van dat dit een misdaad tegen de menselijkheid is. En dat verjaart niet. Dus je kan nooit zeggen, we leven in het nu. Dus dat betekent, wat toen gebeurd is, zand erover, we gaan gewoon verder. Dat is niet wat ik zeg. Dan interpreteer je het volledig verkeerd. Ik wil er even op antwoorden, ja, als je het goed vindt. Kijk, en dat probleem is, kijk, je hebt kinderen die zijn van gemengd bloed. Ja. Je zadelt ze op met iets waar ze niks mee te maken hebben. Want wat je doet, je zegt zelf, hoe moet ik mijn kinderen dat uitleggen, heb je daar net gezegd. Mm-hmm. Ik zou je kinderen haarfijn kunnen uitleggen dat zij niks met die misdaad te maken hebben. Dit gaat om rechtsherstel. Jij zou het hoogstwaarschijnlijk niet doen om die Joden te gaan vertellen van dat ding is zo lang geleden, man. Waar praten we over? Dat zou je niet doen, want je weet... Je interpreteert het volledig verkeerd. De misdaad tegen de Joden, ik bagatelliseer dat niet, maar dat heeft 6 jaar geduurd. Ja. Die misdaad tegen ons heeft langer dan 300 jaar, 3 eeuwen geduurd, waar onze mensen niet alleen zijn vermoord, maar ontmenselijk. En niemand durfde Joden te zeggen van, het is zo lang geleden. Alleen bij ons heeft men die brutaliteit. Oké. Waarom wordt er misschien niet goed begrepen? Als we nog dieper in de geschiedenis gaan graven, dan, en laten we eerlijk zijn, dat gaat dat op de dag van vandaag door. Mensen worden onderdrukt. En worden mensen gewoon in feite ook nog steeds voor slaaf gebruikt. Dat is ook andersom geweest. Ja? Er zijn ook blanke slaven gebruikt om Afrika op te bouwen. Ja? Dat is nog lang voor dat de slavernij, zeg maar, met wat we nu over hebben, sprake is geweest. Ik ga niet zeggen van, ik ga mijn excuses niet aanbieden. Ik vind gewoon, je geeft het zelf aan, jij zegt dat je mijn kinderen het uit kan leggen. Ik kan het ze niet uitleggen, want ze zijn van 2 verschillende culturen. En waar ze aan de ene kant dan zeggen, even tussen haakjes, schuldig zouden zijn, zou dan aan de andere kant een excuses aan schermen moeten. Ik voel me ook niet schuldig, want ik heb geen vat op wat voorvader gedaan hebben. Kan jij niet weten? Dan niet hoef je die uitspraak niet ik vind het verschrikkelijk. Daar zit ik hier om. Waar ik hiervoor zit, is om uit te leggen van waar we misschien tot een goede oplossing kunnen komen. Ja? Ik vind geld geven aan landen, vind ik 1. Ja? Dat is 1. Ik vind dat het veel verder moet gaan dan dat. Je moet de mogelijkheid bieden om, zeg maar, kennis, educatie en mogelijkheden te delen, waardoor een land gewoon zelf verder kan gaan komen en daarmee een stuk kan compenseren van datgene wat een mensen aangedaan is. Dat is wat ik probeer te doen. Je blijft de dingen verwarren, je luistert niet. Wacht eens even, wat Glenn vertelt, hè? Mm-hmm. Als op het moment, hè, dat jij niet aan jouw kind kan uitleggen wat Glenn net verteld heeft, hoe ga je ons dat vertellen? Wie ga je dan dat kunnen vertellen? Als je aan je eigen kind dat niet kan. Je trekt het heel breed. Wat ik niet uit kan leggen. Ik zeg, ze zijn een mix van. Ik zeg net al, ik ben begonnen met te zeggen van waar je de ene kant
excuses voor aan moet binden. Hè? Zou je aan de andere kant moeten zeggen, zouden ze die moeten ontvangen? Maar net wat je zegt, kun je mensen, hè, maakt niet uit in welke tijdspanne dan ook, kun je mensen verantwoordelijk houden voor misdaden die zijn begaan je in een tijd waar je geen vaat op hebt? Je gaat doormaken. Ja, nee, het, ja, maar jij gaat het heel raar. Nee, ja, even, ja, maar wacht eens even. Ik wil een markering hier doen. Wat Glenn nu allemaal verteld heeft, allemaal gezegd heeft, heb je dat wel begrepen? Ik begrijp zeker wat hij bedoelt. Je doorgaat op die toeren. Nee, want je gaat mij nu aanvallen en ik zit hier voor een oplossing. Ja, en nee, ik zit hier je niet hebt voor geen enkele oplossing. Nee, maar daarom zit ik ook hier, want ik zeg ook, wat is jullie mening erop? Ik stuur, mijn visie is, waar kan je misschien iets verbeteren? Wat is een oplossing? Ik zit hier om je uit te leggen dat wat jij beweert... Dat nee, het is jouw klopt. Mening. Jij probeert mij jouw mening op te leggen. Nee, is niet waar. Ik heb gelezen, wat je doet. Ik heb gelezen en ik onderbouw het voor jou. Mm-hmm. De misdaad is niet gepleegd tegen Suriname. Nee, is tegen de menselijkheid. Ja. Tegen mensen. Precies. Mijn voorouders hebben een misdaad moeten ondergaan. En wat doe jij? Jij zegt de misdaad die mijn voorouders hebben moeten ondergaan, dat onrecht, dat wil je compenseren om een land te gaan helpen. Het klopt niet, Martin. Vind jij het dan terecht om mij of andere mensen verantwoordelijk te gaan stellen voor iets wat in het verleden is? Nee, maar heb je weer niet geluisterd. Ja, ik heb tegen jou gezegd. Dat kan ook niet. Maar dat klinkt waar het om gaat. Nee, het ik denk dat we elkaar verkeerd begrijpen. Nee, ik begrijp het is een vraagstuk goed. Waar je dus, dat zie je al een hekel op, dus je komt er bijna niet uit. Ik kom er heel goed uit. Jij komt er niet uit, omdat jij iets hebt geprint in jouw hoofd, alsof de individuele Nederlander een schuld heeft aan ons. Verantwoordelijk is. Dat is een leugen. Dat is bedrog. Maar laten we nou heel eerlijk zijn. Ja. Ja? Stel nou dat Nederland nu herstel betaalt. Ze gaan het ook doen. Ze gaan betalen. Ja, oké. Maar is het in verhouding? Nee. Want je kan dat eigenlijk Maar hoe weet niet... jij dat dan? Maar wie bepaalt Omdat je ziet wat je ziet, de bedragen die nu genoemd worden. Ja, dat zijn bedragen. Ja, maar is dat wat je stoort, waardoor je zulke stellingen Nee, maar stel nou dat gebeurt. Wie ondervinden daar dan eigenlijk de nadelige consequenties? Wie? De mensen die nu leven. 300 jaar die misdaad. Wie heeft de nadelige daarvan? Onverhoorlijk, ja. Sowieso, dus dan klopt toch het verhaal. Dan geef je antwoord op je eigen vraag. Ik wil nog iets markeren wat je gezegd hebt. Daarvoor heb je gezegd, ik volg de redenering van Glenn heel helder. Mm-hmm. Jij zegt, daarvoor zijn er blanken ook in slavernij geweest. Daar hebben we het niet over. Mm-hmm. We hebben het over de transatlantische slavernij. Op dit dossier zitten wij. Mm-hmm. Kijk, het kan erg zijn geweest voor die witte mensen dat ze in slavernij zijn geweest. Mm-hmm. Maar daar zitten wij nu niet voor. Waar wij nu voor zitten... is de misdaad tegen de menselijkheid, de transatlantische slavernij, waarvoor wij vinden dat wij recht hebben op herstelbetalingen en excuses. Dat is wat Glenn jou helder uitlegt. Wat je dan misschien wilt begrijpen, dat ik zeg wat jullie dan herstelbetalingen noemen, zeg ik, kan je dat misschien veel breder trekken, door niet alleen die herstelbetalingen te doen, maar de handen in één te slaan en iets te gaan veranderen en te gaan zeggen van joh, dit mag nooit meer gebeuren. Dat zie je me ook schrijven in dat stuk. Ja, het is niet goed wat er gebeurt. Laten we eerlijk zijn, het gaat tot de hele dag gaat het door. Worden mensen onderdrukt, worden mensen misbruikt. Je moet die dingen niet vergelijken. Met ik denk dat je het wel moet vergelijken. Nee, Martin. Weet je wat je doet? Jij bent bezig nu dat verleden te bagatelliseren. Ik bagatelliseer helemaal niks. Weet je, als jij nu met een paar joden hier aan tafel zat, zullen ze op het punt staan om te kijken hoe jij doet aan Fajekarasen wanneer ze joden... Aan antisemitisme. Daarvan zou je beschuldigd worden. Je zou niet eens durven. Oké. Martin. Je zou niet eens durven, want je zou aangeklaagd worden. Okay. Martin, met jou. Denken hoeveel miljoen Nederlanders zo? Denken de Nederlanders zo ook zo zoals jij denkt? Nou, zover ik dat hoor wel. Vergis je niet. Ik bedoel, in die zin zit je dan tussen twee vuren. Dat is nou net wat ik probeer uit te leggen. Mensen voelen zich allemaal gauw tekort gedaan. En je krijgt van de Nederlandse bevolking, krijg je een regering van, ja weet je, ben ik verantwoordelijk voor iets wat in het verleden gepleegd is? Dat is een heel moeilijk punt. En ik zit hier niet te vertellen van, jongens, luister nou, weet je, wat er gebeurd is, dat is goed te praten, dat is het niet. Maar, en daarom kan je ook niet zeggen, ik bagatelliseer het, want dat is niet zo. Ik probeer een oplossing te bedenken, de schade die ontstaan is, op een manier hersteld kan worden waarbij eigenlijk, hoe moet je dat uitleggen, daadwerkelijk de schade die in Suriname is, de achterstand die opgelopen is ook,
gecompenseerd kan worden. Mm-hmm. En dat Suriname zichzelf gewoon kan gaan exploiteren. In de zin dat gewoon... Het gaat niet om Suriname, Martin. Je blijft die kant opgaan. Het gaat niet om Suriname. Israël gaat niet over het leed van de Joden. Dat zijn NGO's van Joodse afkomst die daarover gaan. Het is niet Israël. Dit gaat niet om Suriname. Dit gaat om de Afro-Suriname. De nazaten van de tot slaaf gemaakte. Daar gaat niemand over. Ja, maar dat omvat ook niet alleen Suriname. Ik heb een persoonlijke vraag aan jou, Martin. Is geld het probleem? Want dat hoor ik continu terugkomen. Ik denk dat is wat ik voorzie. En dat nee, is nee, 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 maar wat ik wil me van vraag herstellen. Mm-hmm. Is geld, ik heb het over jou, wat jij zelf vindt. Is geld voor jou, omdat je hoort over herstelbetalingen, je hoort over bedragen, is geld het probleem waarom je deze route volgt? In zoverre, nee, het is niet geld kan dat nooit compenseren. Dat is gewoon een feit. Ik denk ook dat om het te compenseren wat er gebeurd is, en dat is natuurlijk niet alleen Suriname, slavernij is natuurlijk niet alleen in Suriname geweest. Dan zit je op een punt en zeg ik denk dat dat in cijfers nooit meer uit te drukken is en ook nooit meer te behappen is. Ik vind dat er excuses gemaakt moet worden van wat er gebeurd is. En of dat nou een koning doet of op dit moment de verantwoordelijke als een minister-president, vind ik terecht. Waar ik het over heb is dan een oplossing. Hoe kun je nou een stukje iets compenseren? Ja? De achterstand die ontstaan is door middel van het feit dat mensen letterlijk, hoe moet dat netjes zeggen, geëxploiteerd zijn. Want dat is wat er gebeurt. Maar weet je wat ik zo hypocriet vind in deze hele stelling? Nee, daar gaat het woord weer. Ja, ik vind het hypocriet. Okay. Wat ik hypocriet vind, 300 jaar lang zijn mensen ontvoerd uit Afrika, zijn geëxploiteerd, 600.000 mensen. Na afloop hadden we 30.000 over. Die mensen zijn misbruikt, zodat Nederland geld kon verdienen. Daarvoor zijn ze gebruikt. De staat der Nederlanden is rijk geworden. Daarvoor zijn die mensen gebruikt. Om geld te verdienen. En het moment dat wij praten over geld, dat doet het pijn. Okay. Ik wil aan tafel hier horen, heren, jullie. Ja? Gary en Glenn. Wat is dan de oplossing? Wat moet er gebeuren? En wat moet Martin meenemen? Wat Martin moet meenemen, Martin moet vaker luisteren. Mm-hmm. Dan gaat hij het begrijpen. Dit heeft niks te maken met de individuele Nederlander. Als hij dit soort dingen opschrijft, is hij bezig om andere Nederlanders op te hitsen tegen ons. Oh. Dat is wat hij doet. Dat is polarisatie. Rutte heeft... Even normaal, haast me niet. Ja, ja. Rutte... Heb ik hierop aangesproken bij Bo. Heb ik ook daar gezegd. Rutte is een van de leiders die ook deed aan polarisatie. Door te doen, want hij heeft het ook gezegd. Hè, van ja, straks moet de Nederlander in deze tijd gaan betalen voor die misdaad die er is gepleegd. Rutte is een leugenaar. Rutte neem ik kwalijk. Martin niet. Martin is onwetend. Maar hij is beïnvloed door mensen zoals Rutte. Rutte weet 100%, het gaat niet om die individuele Nederlander. Het gaat om de rechtsopvolgers, de rechtsstaat Nederland. Die is verantwoordelijk voor de misdaad die er is gepleegd. Niet de individuele Nederlander. Geen enkele Duitsers hoeft te lopen met een schuldgevoel van wat Hitler toen gedaan heeft. Maar weet het is het Rijk, het Duitse Rijk, is verantwoordelijk. Dat is helder. Martin begreep dat, Rutte begreep dat ook. En toch komen ze in het openbaar met dit soort stellingen om mensen op te hitsen tegen zwarte mensen. Dat is wat ik ze kwalijk neem. Okay. Waar hits ik in? Ik vind dat je twee dingen volledig aan elkaar hebt. Dit is ophitserij, Martin. Dat heeft niks met ophitsen te maken. En als je niet beseft, dan ben je nog onbewust. Dus dan zit ik hier om je in elk geval een wake-up call te geven. Doe dit niet. Oké. Okay. It's not done. Je bent een ophitser, wordt gezegd. Hier. Nou, ik ben helemaal geen ophitser. Want het gekke is, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Norman. Jij schreef ook letterlijk op mijn bericht. Ik kan het je voorlezen. Nou, als we dit zouden kunnen verwezenlijken, dan denk ik dat iedereen daarmee tevreden is. Ja, maar wat moet je geeft net twee dingen. Wat zou hij moeten verwezenlijken? Die plannen. Wat die voor plannen?
Wat is dat? Maar die hebben niks te maken met Suriname. Nee. Dus waar praten we over? Oké, okay, maar als je... Kijk, zullen we naar de Belgs gaan? Nee, maar wacht even. De luisteraars, de ontvangers. Wacht even, Norman. Kijk, waar het hier in dit gesprek en wat Martin hier allemaal vertelt, je kan die onderscheid niet maken. Wat nou, dan ga je de onderscheiding maken, dat zijn jullie. Maar ik wil graag, je hebt net met het heel lang aan de woord geweest. Ik wil gewoon even antwoorden. Je hebt nog niet gehoord wat ik zeg. Dus even luisteren. Nou, heb je, hoor je wel wat ik zeg, want je raadt het maar door. En je geeft mij niet de kans om iets te zeggen. Ik hoor wat je zegt. Glenn zegt, je moet die onderscheid maken tussen de transatlantische slavernij, misdaad tegen de menselijkheid, wanneer we het daarover hebben, en dingen die betrekking hebben op een land. Dat is wat hij zegt. Nee, maar daar krijg je nou precies het discussiepunt. Ja? Aan de ene kant zit je te vertellen, je kunt mij individueel niet aansprakelijk stellen voor hetgeen wat in het verleden gebeurd is. Want dat is wat je aan de ene kant zegt. Ja. Aan de andere kant zeg je wel dat ik er in de hedendaagse tijd voor zou moeten bloeden. Niemand dat is niet waar, maar dat zeg je. Dat jij. Nee, natuurlijk. Ben jij de staat? Nee, ik ben niet de staat. Maar dat gaat ten koste. Dat gaat ten koste van jou. Dat, laten we eerlijk zijn, de economische tijden zijn dan niet van allemaal. Iedereen die je leeft gaat, daar gaat er last van dus hebben. Dus dat doet je pijn. Dus Nederland nee, is een het... misdaad. Nee, even. Het doet je pijn. De Nederlandse nee, je trekt mijn stelling elke keer uit zijn dingen. Nee, ik kijk heel goed naar je. Ik zeg tegen je, en je geeft me elke keer niet de kans. Ik interrumpeer jou ook niet. Doe je elke keer bij mij wel. Oké, ik luister. Ik zeg... Stel even, fictief, ja? Er moet iets een stukje gecompenseerd worden. Mijn mensen... En er worden excuses gemaakt, ja? Ja. Toch? Ja. Er zijn twee dingen. Als je excuses maakt voor wat gebeurd is, en wat zeg ik, heb ik ook enorm aan uitgelegd. Weet je, dit wat nu gebeurt, mag nooit meer gebeuren. Ik heb je ook gezegd, wat ik mijn kinderen vertel, is van... Luister, ja, maar dat is, je kan in het verleden niks meer veranderen. Je kan alleen nu maar plannen maken voor de toekomst om te zorgen dat dit soort dingen nooit meer gaan gebeuren. En laten we zeggen, het gebeurt tot de dag van vandaag gebeurt het nog. Wat gebeurt er? Maar stel nou, Nederland gaat, er wordt een bedrag overeengekomen, ja, om alles te compenseren waarvan jullie vinden, hè, dan vanaf die kant willen gezegd zeggen, waar we recht op hebben. Dan hoor je niet wat ik zeg. Want ik zeg, het gaat niet alleen om dat stukje financieel te compenseren, want dan heb je geld in handen en wat ga je er verder mee doen? Het gaat om kennis en het gaat om veel meer dan dat. Dat bepalen wij. Oké, punt. Ja. Wij zijn de nazaten. Punt. Wij bepalen hoe men hiermee omgaat. Niemand anders. Geef het de Nederlanders. We hebben al genoeg gehoord. Terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is een quote. Letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Heeft niks met arrogantie te maken. Ik zoek een oplossing. Ja? En ik probeer ook hier naar de mensen hier in Nederland iets duidelijk te maken. Van, omdat ik zie dat mensen gewoon niet op de hoogte zijn van bepaalde dingen. Ik snap totaal niet waarmee we bezig zijn met betrekking tot aanbieden excuses slavernijverleden. Ja? Hoe interpreteer je dat? Zeg ik daarmee, er moet geen excuses gemaakt worden? Of geef ik daarmee aan, er moet een oplossing gevonden worden? Ja? En dat is waar ik graag met mensen over zou willen praten. Je kan niet nazaten veroordelen voor iets wat in het verleden is gebeurd. Geef jezelf aanklemming. Je kan niet een individu aansprakelijk houden voor misdaden tegen de menselijkheid die in het verleden gepleegd zijn. Je kan mensen wel bewust maken van het feit dat dergelijke zaken nooit meer zouden mogen gebeuren. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, toch, of niet? Ik denk niet dat dit nog eens een keer herhaald moet worden. Echter weten we allemaal dat dit ook nu nog steeds in meerdere landen voorkomt en in verschillende vormen. En ook hier in Nederland worden de burgers zelfs in deze tijd meer en meer regels opgelegd en daarmee ook steeds meer vrijheden ontnomen. Begrijp me goed, ik praat niets goed. Ik heb zelf 4 half Surinaamse kinderen en daarmee kom je al bijna bij een onoplosbaar punt. Waar ze enerzijds recht op zouden moeten hebben, is iets waar ze anderzijds verantwoordelijk voor worden gesteld. De oplossing die ik zie is het volgende en ik denk en hoop dat vele mensen deze met mij delen. Ik zeg ook hoop, ik zeg niet mijn visie is de juiste. Suriname is een land wat 4,5 keer zo groot is als Nederland met 600.000 inwoners ten opzichte van 8 miljoen. Dat betekent een verhouding van 1 op 135. Suriname is een land met enorme natuurlijke rijkdommen en een populatie die te klein is om zelf te kunnen investeren en daarmee te exploiteren. Na de enorme oliefondsen devalueert de SED met bijna 800% en daarmee ook de welbekende vrolijkheid die in ieder bij bezoek aan dit authentieke land ervaart. Iedereen die Suriname heeft bezocht wil vaak ook weer terug. Een financiële genoegdoening is iets eenmaligs en nog steeds niet de manier om de economie van Suriname naar een hoger plan te tillen op basis van continuïteit.
Suriname wat tot een importmaatschappij is geworden en wordt tegengewerkt om zijn enorme mogelijkheden qua export te benutten. In mijn optiek zou Nederland met Suriname moeten samenwerken om zo de natuurlijke bronnen te kunnen exporteren. Daar bedoel ik mee de kennis van Nederland te delen, zodat mensen dat stukje wat ze tekort is gedaan kunnen gaan compenseren. En niet alleen maar gecompenseerd worden zonder de mogelijkheid te hebben om het zelf te kunnen exporteren. Kennis delen en zo een win-win situatie creëren. Waaruit beide landen, die al eeuwenlang zo verbonden zijn, veel voordelen kunnen behalen. Een manier waarbij beide landen voordeel hebben en ter verkoning van het feit dat andere partijen die krenten uit de pap halen ten gevolge van hetgeen hierboven aangegeven. Suriname haar prachtige natuur zoveel mogelijk laten behouden. Daar bedoel ik mee, waarom moet, zoals ik het begrijp, wat ik vaak gelezen heb, voor 1 gram goud een stuk te grootte van een voetbalveld kapot maken. Voor 1 gram goud en de bewoners vergiften met kwik, met nierfalen tot gevolg. Los van goud, diamanten, aluminium, ode is er ook het heerlijke rijst en het prachtige citrusfruit. Als ik in Suriname ben, word ik begrepen door de ongekende mogelijkheden en denk na over de manier hoe deze benut zouden kunnen worden op basis van kennis van nu om dit ook nog eens op een verantwoordelijke manier te kunnen doen. Ja? Suriname wat kan met overstroming en afkavelen aan de kust en wat op zoveel manieren verbonden is met Nederland wat wereldkend bekend staat als specialist op gebruik van tunnels, bruggen, dijken en watermanagement. Denk aan het aanleggen van stormbrekers boven Noord en het aanleggen van een containerhaven. Nou, daar geven jullie net van aan dat dat al plaatsvindt. Ja, aanlegplaats aan de monding van de Suriname rivier, waardoor cruiseschepen kunnen aanleggen en toeristen met koyalen vanaf Leonsburg naar waterkant kunnen gebracht en of naar het binnenland waar men de eco-resorts kan bezoeken. Dat er gewaakt moet worden voor de authentieke van Suriname. En ook het centrum van, zoals het centrum van Parimaribo, wat op de werelderfgoedlijst staat. Denk aan de werkgelegenheid die dit genereert voor Suriname, de rijkdommen en de mogelijkheid om te kunnen exploiteren en exporteren. Wat is er nu beter en een mooiere manier dan middels verbinding alles en iedereen naar een hoger plan te brengen? Een compensatie die gezocht wordt in het creëren van winstgevende economie in Suriname en daarmee de welvaart en te verhogen en de authenticiteit te waarborgen. Ik zou daar graag aan bijdragen aan het realiseren van deze droom die door velen als diaspora wordt benoemd, omdat velen niet weten dat in de 21ste eeuw 40% van de Surinamers buiten Suriname woont. Wanneer Nederland haar kennis deelt met Suriname en ook andere voormalige koloniën, ben ik van overtuigd dat dit winstgevend is voor alle partijen. Daar bedoel ik niet financieel gewin mee. Ja? Ik bedoel ermee te zeggen, je kan iemand geld geven, maar als je nou dood eenvoudig niet, zeg maar, de educatie hebt, ja? Niet de inzichten. Ja? Nou, dat is nog een stukje, maar dat is niet zo te zaken doen. Oké, maar ik wilde even toch even snel reageren, Norman. Mm-hmm. Een van de dingen die ik hoor is dat Maarten het slavernijverleden bagatelliseert. En de manier waarop hij dat doet, is door te zeggen, er worden heel veel dingen in deze tijd, onze vrijheden worden beperkt. Hoe kan jij dat wat er met onze mensen is gebeurd, met dat soort onbenullige rommel, onze mensen, die hebben moeten zitten in stoelen waarin ze gemarteld en tot de dood in de zon moeten zitten. Hun tong werd uit hun mond gesneden. Mensen werden gevierendeeld door paarden. Hoe kan je dat vergelijken met dat we nu een beetje in onze vrijheid worden beperkt? Echt Maarten, als je dit zou zeggen over de Joden, had je een groot probleem. Dat heel verhaal van jou over... Je trekt het elke keer uit zijn verband. Ik vind je dat, dat jij het verleden bagatelliseert. Nee, om wat, met jij dit doet, soort is, wat jij te doet, komen. Glenn, is mensen verantwoordelijk houden waar ik geen vat op heb. Jij kunt niet... Ik hou je verantwoordelijk voor dit stuk wat je geschreven hebt, want het is echt nonsens. Nonsens. Glenn, wacht even. Ik wil wat zeggen. Wat ik hoor is een stukje verwarring tussen het koloniaal verleden en het transatlantische slavernij. Daar hoor ik Maarten, zeg maar, dingen door elkaar mixen. Maar er is iets anders. Ik ben tot die kern gekomen dat het probleem wat Maarten heeft, op basis van wat je mij nu vertelt, het gaat om de herstelbetalingen. Het gaat, Maarten vindt van dat hij niks moet betalen voor, hij is niet verantwoordelijk voor het leed dat onze voorouders door de witte man gedaan heeft. Maar wat Maarten ons dan niet vertelt tegelijk,
Het is onbetaalde arbeid geweest. Ze hebben het land opgebouwd op basis van waar we nu staan, is op basis van wat in het verleden gebeurd is. Dus precies dat. Is, dus je geeft nu zelf het antwoord dat ik zeg. Is, ja. De stadstuk moet je compenseren. Nee. En dan moet je die kennis die achterhouden. Dan gaat het om herstelbetalingen. Het gaat om herstelbetalingen. Waar het eigenlijk om gaat, hè, waar het eigenlijk om gaat. Martin wil, net als wat Glenn gezegd heeft, net als wat Rutte al die tijd verteld heeft, om de individuele Nederlander verantwoordelijk te houden voor wat er, voor wat er nu gebeurt. Dat is ophitserij. Dat is inderdaad ophitserij. Want eigenlijk wat je zegt, ik zou een andere houding moeten aannemen als ik een witte man zou zijn. Ik zeg van, oké, dit hebben wij jou aangedaan. We staan nu hier. We staan in de rij van de rijkste landen. Wij gaan nu herstellen wat wij in het verleden hebben gedaan, waardoor wij waardoor wij nu hier staan. Maar die houding zien we. En het gaat puur om de nazaten van de tot slaafgemaakte transatlantische slaven. En niks anders. Ja. Nou, ik denk dat wel over. Want die meneer die zegt eigenlijk in feite, je kan dat niet in vijf jaar compenseren. Je kan dat niet in 10 jaar compenseren. Je kan dat niet in 100 jaar compenseren. Hè? Maar je moet wel ergens een keer een begin gaan maken. Hè? En als ik zeg, alleen herstelbetalingen. Ik zeg dat is een druppel op een hete plaat. Want je komt er in feite niet mee verder. Jullie hadden net zelf aan. Een land heeft stilgestaan. Heeft zich niet kunnen ontwikkelen. En ga zo door. Wat ik elke keer zeg. Ga nou eens die kennis delen die er is. Om die inanslag te gaan maken. Ja? En uiteraard moet er gesproken worden over het feit van dat stukje genoegdoening, ja, en excuus. Ja. Ja, maar hoe ga je daar invulling aan geven? Ik geef een aantal oplossingen. Ik zeg niet dit is de oplossing. Ik zeg het is een oplossing. Ik vind alleen herstelbetalingen vind ik niet terecht. Kijk, weet je, hoe gek het ook klinkt. Ja, en dan kijken we eens terug. En ik neem daar altijd als voorbeeld de vecht in Nederland. Ja, als we gaan kijken en we gaan terug naar die tijdspannen, ja, van dat dit allemaal plaatsvond. Heeft daar nu zich een hele bevolking aan verrijkt of zijn het echt een paar mensen? Hè? En daar is bijvoorbeeld, ga eens een keer op de vecht varen en ga naar die huizen kijken die langs de vecht staan. En kijk naar wat een weelde en ga zo door. Hè? Wat ontstaan is door de mensen die daadwerkelijk de slavernij exploiteerden en de rijkdommen weghaalden. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Mensen die in die tijd leefden, ja? En die dan op de boten werkten, die daadwerkelijk de slaven vervoerden. Daar werden de mensen ook gemiddeld nog geen 40 jaar oud. Hadden die dan zo'n verschrikkelijk goed leven? Ja? Ik kan hetgeen wat gebeurd is tijdens de slavernij kan ik niet wegnemen. Ik kan 100 keer zeggen, ja sorry wat er gebeurd is. Ja? Maar gaat het iets helpen? Ja? Het is niet te bevatten. Ja? Ik begrijp dat, ja, ik ben beroepsmilitair geweest. Ik ben zo'n beetje in alle oorlogen ter wereld ben ik geweest. Ja? Van Afghanistan tot Irak tot in Joegoslavië. Ik heb ze allemaal gezien. Ik ga soms, ik zeg wel eens letterlijk tegen mensen van alle levende dieren zijn alleen de mensen zijn beesten. En dingen die gedaan worden, dat kan je gewoon bijna niet bevatten. En wat de mevrouw hier voorafgaand zei, dat klopt. Misschien ben ik 2 stappen verder. Ja, ik gaf ook al aan, ik snap gewoon niet. Ja, en dat is denk ik iets waar heel uitgebreid over nagedacht moet worden en over gesproken moet worden. Is dat, wat ik al zei, beursnoteringen bijvoorbeeld zijn afhankelijk van consumentenvertrouwen. Norman, anders gaan we te lang bezig zijn. Kan je die vraag van die mevrouw beantwoorden? Ja, die beantwoord ik. Die beantwoord ik. Ja, dus wat ik daarmee bedoel te zeggen is van het enige wat je kan doen om dat tegen te gaan en ook dat devalueren van een SED, hè, wat alleen maar meer schade blijft veroorzaken, ga dat nou eens een keer een halt toeroepen. Ja, en maak ergens een begin. Norman, die vraag wordt niet beantwoord. Die vraag stelt. Van die mevrouw. Die vraag van die mevrouw, dat is nu relevant. Want misschien begrijp je iets niet tussen kolonialisme en transatlantische slavernij. Ja. Dat is de vraag van die mevrouw. Het verschil tussen twee. Ik kan nooit dat leed verzachten van wat. Maar je geeft geen antwoord op. Dat geef ik wel. Dat probeer ik ook te doen. Ik zeg het enige wat ik zeg. Ik kan iets doen aan de gevolgen van. Nee, die mevrouw vroeg, ik probeer het nog een keer, dan houden we ermee op, want het is bijna ook 5 keer gevraagd. Wat is het verschil tussen kolonialisme en slavernijverleden? Wat is het verschil? Dat is de vraag, Maarten, niks anders. Nou, ik zou niet goed weten hoe ik daar het verschil tussen uit zou moeten leggen. Oké, precies, dus je begrijpt. Kolonialisme, dat houdt al in. Ja, voor mij staat dat in feite gelijk, want je exploiteert andere mensen. Je haalt de rijkdommen weg uit een ander land. Dat betekent dat je het nog steeds niet snapt. Nee.
Je snapt het niet. Okay. En dat is het probleem. Nou, ik vind dat je weet je, wat ik van jou niet begrijp. Ja? Ik zit hier, ja? Ja? In het belang voor een oplossing. Maar nee, je bent me continu niet aan het af. Ik val jullie niet aan. Nee, ja, ik denk dat zou er nog bij moeten komen. Nee, maar je valt mij wel aan. Omdat ik vind dat je respectloos bent. Ja, nou dat is aan jou. Ik vind de manier hoe jij mij behandelt, dat vind ik respectloos. Nee, ik ben hier omdat ik een nazaat ben. Het is precies zo. Ik heb de sleutel al gevonden hoor. Ik ben ook nazaat van mensen die onrecht aangedaan is. Ja. Er is sprake hier van onbegrip. Er is geen... Ja. Nee, Martin begreep iets niet. Ja, ja. Dat is duidelijk. Hij begrijpt de transatlant. Hij kan die koppeling niet maken. Dat is dus, en sterker nog, meneer Martin, wanneer je hier zit. Mm-hmm. Dat je hier zit, alles wat je hier verteld heeft. Dat gooien we direct weg in de prullenbak in. Maar los daarvan, dat je hier zit, wat jij verkondigt. Wat Glenn en wat wij hier aan tafel verkondigen. Hoop ik dat zwarte mensen die thuis zitten... Mm-hmm. Die met hetzelfde wat jij hier aan het vertellen bent, dat zij nu gaan begrijpen waarvoor wij het al die tijd hebben. Ja. Weet je dus nog? Er is werk aan de winkel. Ja, precies dat. Er is werk aan de winkel. Martin heeft het over een ontwikkelingsplan voor Suriname, maar hij koppelt het met Katibo. Nou, dat is wel een van en de gevolgen. Die twee gaan niet samen. Dat zegt Glenn hier ook aan tafel. Volgens mij is dat het. En dat is echt. Weet je, en kijk, als je iets niet snapt. Mm-hmm. Kan je vragen van kunnen mensen me iets uitleggen? En ik zie dat Martin wel luistert naar ons, maar hij snapt het niet. En de correcties die we aanbrengen, ja. Het lijkt alsof hij zich daarvoor sluit. Dat is het gevoel wat ik van je kreeg, Martin. Nee, hoor. En dat vind ik jammer. Martin, nogmaals, kijk, het moment, je hebt kinderen. Die kinderen zijn geen volbloed witte Nederlanders. Nee. Iedereen ziet dat ze ook zeg maar, ouders hebben met een Afrikaanse afkomst. Mm-hmm. Het moment dat jij helpt met polarisatie, door Nederlanders op te hitsen, door te zeggen van, jullie gaan het betalen, jullie zijn verantwoordelijk, en je zegt ze niet, het is niet waar, want die Duitsers, die voelen zich niet als individu verantwoordelijk, het is het Rijk, die verantwoordelijk is voor de misdaad die er is gepleegd. Het moment dat je andere Nederlanders ophitst, worden jouw kinderen ook slachtoffer. Waar hits ik mensen op? Zolang jij niet begrijpt dat het niet gaat om de individuele Nederlander. En je lanceert dit soort berichten op Facebook en alles. Ben je bezig om mensen op te hitsen. Dat is wat je doet. Waar hits ik want die Nederlander, noem eens, want ik vind dat een heel lelijk woord wat je maakt. De Nederlander die leest van... Hij is verantwoordelijk voor de misdaad die er is gepleegd 400 jaar lang. Want dat schrijf je, heb je geschreven? Dat heb ik niet geschreven. Zal ik het weer oplezen wat je geschreven hebt? Sterker nog, je hebt het gezegd hier. Je hebt het gezegd en je hebt het geschreven. Want wat je zegt is dat zeg maar we leven in het nu. En dat we ze niet willen moeten opdraaien voor de herstelbetaling. Je kan niemand... Waar dan ook, je kan niemand, waar ter wereld ook, voor welke misdaad dan ook, verantwoordelijk stellen voor iets wat iemand anders... Maar dat is wat we zeggen. De overheid. Dan heb je het over de overheid. Ik zit hier niet als overheid, ik zit hier gewoon als Martin, die probeert op basis van wat ik in Suriname zie, een stukje te compenseren wat de gevolgen is van waar jullie het over hebben. Wat jij hier schreef, ik ga het weer even lezen. Glenn gaat het lezen voor jou. Ik snap niet waar we mee bezig zijn met betrekking aanbieden excuses slavernij verleden. Ik snap niet waarmee we bezig zijn. Dat interpreteer jij op jouw manier. En daarmee bedoel ik te zeggen dat de manier hoe het nu gedaan wordt niet goed is. Nee, want, en je probeert je er iets heel anders van te maken. Nee, als ik ga zeggen, wat schrijf je daarna? En daar heb ik het over. Dan schrijf je daarna naar deze regel. Je kan niet nazaten veroordelen voor iets wat het in het verleden is gebeurd. Nee. Dat schrijf je. Dat gaat in de basis. Ik zeg nogmaals tegen jou. We zijn niet bezig om die nazaten van die witte Nederlanders te veroordelen, want dat schrijf je. Nee. Moet ik het wel lezen? Dat schrijf je, Martin. Laat ik het dan anders zeggen. Ja. Dat doe je niet. Misschien moet je het nader uitleggen. Maar. Wat ik ermee bedoel te zeggen, je kan niet, hè, zoals de slavernij heeft voor Suriname, hè, want daar heb ik het in dit geval over, heeft nadelen opgeleverd. Ja, want je bent niet doorontwikkeld. Nee. Die nadelen zijn van
die mensen die uit Afrika zijn ontvoerd. We praten over... Die zijn net uit Afrika ontvoerd, dan moet je lezen. Nederlanders deden de logistiek. De stammen onderling waren degene. Slavernij gebeurde al daarvoor. Slavernij gebeurde al. We komen eindelijk bij een theorie. Ja. Waar je probeert nu die mensen uit Afrika. Nee, dat is nog niet goed. De schuld te geven. Dat is wat jij doet. Dat is niet waar. Dat is wat je dat doet. Gebeurde okay. Dat gebeurde logistiek. Ook het zijn misdadigers. Oké. De slavernij bestond al voordat het transatlantische gebeurde. Martin, jij deed logistiek, hè? Het systeem, hè? Wie beheerde het systeem? Stel maar, er werden slaven daar gehouden. We gaan er vanuit jouw theorie. Wie beheerste het systeem? Wie had die schepen? Wie beheerste het systeem om de overtocht te maken? Als je het al puur over Suriname lag dat destijds bij Nederland, ja. Destijds? Ja. Altijd. Martin heeft geen flauw benul wat de doorwerking van het slavernijverleden is als het gaat om onze achterstanden. Martin heeft geen flauw benul dat heel veel van onze jonge mensen nog steeds op basis van wat ons is aangedaan, we hebben ons nog steeds niet kunnen versterken. Nog steeds trapt het Witte Instituut op onze nek zoals ze dat gedaan hebben bij George Floyd. Nog steeds moeten mensen, we zien jouw kinderen ook, op eieren lopen. Misschien moeten de programma's ontwikkeld worden, zodat wij zwarte mensen, die weten waar onze pijn, waar onze angst, waar onze verdriet, waar onze tekortkomingen, alles wat te maken heeft met de mentale mishandeling 300 jaar lang, wij weten wat er met ons aan de hand is. Geen enkele witte... Dat weer naar het heden trekt, weet je. Wat bedoel je met heden? Je trekt dat weer naar het heden toe. Want je haalt in het heden zijn het onze jongens die nog steeds slachtoffers zijn van het verleden. Wat voor heden? Snap je het niet? Dan hebben we het in feite nog exact over hetzelfde. Nee, je hebt het niet over hetzelfde. Beginnen om dat te gaan verbinden en samen te gaan werken. Nee, jij hoort daar niet bij. Je meet je dat dingen aan. Jij. Dat bepaal ik dus jou. Dus dan geef je het over racisme en discrimineren en vervolgens doe je het zelf. Nee, je bent arrogant. Jij denkt. Ik ben voor jou arrogant, want jij denkt dat je ergens mee hoort. Ik kom hier om iets te overleggen en naar een mening te luisteren. Nee. Jij dringt mij jouw mening continu op. Nee, ik zeg je. Ik hoor alleen maar wat jij vindt. Het is niet maar jij hebt niet het recht om mij te oordelen over iets wat. Je hebt ook niet het recht om hier te komen praten wat je voor ons gaat doen. Wie jullie hebben mij uitgenodigd. Nee, we willen je horen. Jullie hebben mij uitgenodigd. Ik heb je heel goed gehoord. Ja, en op basis van het antwoord wat ik krijg, zit ik hier. Maar op basis van wat ik gehoord heb... En gelukkig zijn de mensen die het wel begrijpen. Maar ik vind, als ik heel eerlijk ben, en zo heb ik jou wel meer ervaren. Ja. De manier hoe jij nu bezig bent, veroorzaakt meer schade als goeds. Neem dat van mij aan. Want als je dit in een Nederlandse uitzending doet, duurt het nog geen 5 minuten. Dat en dat probeer ik je nou even te uitleggen. Dat is precies die arrogantie. Nee, dat is niet arrogantie. Nee, als er arrogantie was, zat ik niet hier. Want ik blijf jou netjes antwoord geven. Maar ik mag zeggen wat ik vind. Ja, maar ik ook. Maar die kans geven, want je interrumpeert. Nee, maar zie je... Ga mij niet met jou aan Derksen vergelijken. Precies, en dat is die hypocrisie. Dat is nou precies die hypocrisie. Waarom blijf je? Je beledigt maar, joh. Ja. Je blijft maar beledigen. Nee, ik zeg, het is hypocrisie. Nee, je blijft maar beledigen. Je bent gewoon onbeschoft. Dat is wat je bent. Dan ben ik maar onbeschoft. Ja, maar dat deugen wij je eigen toe. Maar jij veroordeelt mensen. Jij bent nou precies de personificatie van waar het fout gaat. Ik zoek het overleg. Ik probeer de pijn te begrijpen. Ik doe in ieder geval de intentie. Maar jij probeert helemaal niet de pijn te begrijpen bij mensen. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat 150 jaar geleden gebeurd is. Maar dat zegt niemand. Maar zoals jij dat ook niet bent. Maar zo stel je het wel. Want je komt net met George Floyd. Wat heel recent gebeurd is. Ja, dat zeg ik. Heeft er niks mee te maken. Jawel. Racisme is een heel ander hoofdstuk. Je snapt het helemaal niet. Oké, je snapt het helemaal niet. Maar ik snap het prima. Jij snapt het niet. Je bent een opruimer. Jij bent een opruimer. Nee, je snapt het niet. We komen in het midden nu. Ja, ik greep in. Ja. Tot slot. We moeten het beëindigen. Precies wat ik hoor. Dit is nou precies als ik hoor met mensen. Ook op regeringsniveau. Als je op deze manier opstelt zoals jij doet, dan ben je een stap verder. Oké. Het interesseert me niet, maar niemand je enkele dan moet je er ook over op. Als jou niet interesseert, waar zitten we dan hier voor? Waar zit je hier voor dan? Ik zeg het hier. Los het niet zo. Okay. Ik kan het oplossen, jij niet. Jij kan het oplossen? Ik geef in ieder geval iets aan waar je progressie kan maken. Wat maakt voor jou progressie? Je breekt alleen maar af, man. Nee, we maken geen enkele progressie. Stop met dat ding. Ik moet stop gewoon met dat ding. Ja. En dan gaan we weg.
We gaan het beëindigen. We hebben andere tories. Ja. Martin, bedankt. Altijd dichtbij, je zat vatter in me ati, srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora komt nu weer. Bronzi Albina, Dena Ina still meer. Dape Shisana beautiful, Dape Shisana wonderful. Nikeri, Koroni, Komit Saramaka, Matareti Doti, Komit Patamaka. Dape Ego Shisana beautiful, Dape Ego Shisane. Warek mo teifu, Okangi Mato, Te Ugba Play Dool. Yawe go stuka, Fuka Bereik Dool. Mawe Komba Kasrana. De voorbereid boom, Uzrefe Firenga Libie Eifu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom pak als rana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Hoe pijnig man. Maar de man is veilig zijn. Zo'n rijke land. Ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand. Hoe vet die baka? De wan atras, de wan koe is die baka. Hoe begi papa? Hoe is die mama? Want de wan si afaya leek die baka. Srana mushai, was peti baka. Begi gado fnapa ufesi en baka. Ewi si fara, maya baswaki. Ta ora lobi in yu ati. O ye fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Me begete gute mi dede mi wan prani sranang. Kandano mi eli bilang ami tangi sranan. Dat ne me biges panu komita dis mi grigi. Who want chin san food de chief mi kanyang. And they want sada Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja sranamang. Uno hor not lo, tambri binu srefi. Una de west sranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatter in me ati, srana.